gaan we verder met de redoxreacties aan de hand van een voorbeeld. Reageert kobalt met een nikkelchloride oplossing en zo ja, geeft de reactie vergelijking. Goed, ik heb hier een stappenplan en een stappenplan, ja, bestaat uit 7 stappen. Ik moet eerst alle deeltjes noteren van wat ik in mijn oplossing heb. Ik heb kobalt, ik heb nikkelchloride, dat is een zout natuurlijk, bestaat uit nikkelionen, chloride-ionen. En ik heb water, en dat is een belangrijke, niet vergeten, want dat water kan zowel een oxidator als een reductor zijn. Want ik heb hier een oplossing staan, ja, dus ik heb water. Goed, stap 2 in mijn stappenplan. Wat is de sterkste oxidator en de sterkste reductor? Ja, de sterkste oxidator staat bovenaan mijn BINAS-tabel. Ik pak mijn BINAS er even bij. Ja, en je ziet in mijn BINAS-tabel 48, ja, die bestaat uit 2 pagina's. Dat die BINAS-tabel, ja, die BINAS-tabel, dan zie je dat bovenin, ja, oxidator en reductor staan. De linker kolom oxidator, de rechter kolom reductor. En daar rechts zie je standaard elektronenpotentiaal staan. Aan de hand van die elektronenpotentiaal, daar is, dat is de rangschikking van die oxidatoren en reductoren. De oxidator, de sterkste oxidator, staat helemaal bovenaan. Ja. Dus in dit geval is vuurgas, ja, is de sterkste oxidator. De sterkste reductor, ja, is net zoals je dat misschien met die zuurbase koppels kende. De sterkste reductor zat helemaal onderaan in de tabel aan de rechterkant, ja, bij reductoren. En dat is lithium, dat is de sterkste reductor. Dus die twee kolommen die zijn eigenlijk omgedraaid. Is misschien ook wel logisch, ja, als een sterkste reductor fluor geeft fluoride-ionen. En die fluoride-ionen zijn natuurlijk de allerslapste, allerzwakste reductoren die je kan voorstellen. Goed. Dan kijken we, hè, als we die sterkste oxidator en sterkste reductor, als we die mooi op een rij zetten, ja, in een mooi tabelletje, dan staat hier nikkel-ionen, min 0,26, kobalt als metaal, min 0,28, en dan moeten we gaan kijken, is er een reactie of niet. Goed, we zijn met VWO'ers hier, en we moeten weten dat er een aflopende reactie is, als het elektronenpotentiaalverschil, als die groter is dan 0,30 volt. Het is een evenwichtsreactie als die tussen de min 0,30 en de plus 0,30 zit. En er is geen reactie, ja, als die kleiner dan min 0,30 volt is. Dus we gaan hier de delta V0, de elektronenpotentiaal verschil, gaan we uitrekenen. Door de standaard elektronenpotentiaal van de oxidator minus de reductor te doen. Pas op met al die minnen. Ja, zet ze zoals ik tussen haakjes. Ik heb mijn oxidator is min 0,26, min 0,28, ja, geeft plus 0,02 volt. Ja, 0,02 volt ligt tussen de min 0,30 en plus 0,30 en het is dus een evenwichtsreactie. Goed opletten, goed onthouden dat er straks een evenwichtsreactiepeil moet staan. Oké, dan gaan we naar de volgende stap. Noteer de halfreacties. Ja. Ook weer uit die BINAS-tabel 48, gewoon letterlijk de halfreacties noteren. In ieder geval voor het eerste deeltje. Ik heb nikkel-ionen, nikkel plus 2 elektronen, geeft mijn nikkel het metaal. Wat zie je dat er hier aan de hand is? Bij kobalt heb ik mijn halfreactie omgedraaid. Ik moet goed in de gaten houden dat ik heb hier kobalt het metaal en niet kobalt het ion. Ja, dus ik moet die halfreactie omdraaien. Dat mag gewoon, ja. Kobalt wordt kobalt ionen en 2 elektronen. Oké, dan heb ik 2 halfreacties. Even alvast een check. Staat aan de ene, in de ene halfreactie de elektronen aan de ene kant van de pijl. En in de andere halfreactie de elektronen aan de andere kant van de pijl. Als je ze beide aan dezelfde kant van de pijl hebt zitten, dan is er iets niet goed gedaan. Ja, dan moet je niet verder werken. Dan moet je even stoppen en pauzeren. Dan, is er, hè, dan moet je even nakijken wat er gebeurd is. Want dan heb je een fout. Want mijn volgende stap, ja, mijn elektronenbalans gelijk maken, zodat ik ze tegen elkaar weg kan strepen, die kan je alleen maar doen als elektronen aan de ene kant en aan de andere kant van de pijl zitten. Nou, in dit geval heb ik het makkelijk, ja, want ik heb hier 2 elektronen, ik heb daar 2 elektronen. En ik kan die 2 halfreacties dus gewoon met 1 vermenigvuldigen. Maar vaak zie je op een toets dat het anders is. En dan moet je misschien de ene halfreactie keer 2 en de andere keer 1 doen, of een andere combinatie, om die elektronen gelijk te maken. Deeltjes aan de tegenovergestelde kant van de pijl die hetzelfde zijn, kan ik tegen elkaar wegstrepen. Dus in stap 6, ja, optellen van de halfreacties, tel ik die halfreacties even op.
Ik heb nikkel-ionen, ik heb kobalt, het metaal. En ik heb kobalt-ionen en ik heb nikkel, het metaal. Oké, dan heb ik 7 heb ik over. En 7 is mijn check. Ik check of ik een kloppende reactieformule heb. Dus ik kan even checken, is mijn lading correct? Nou, ik heb links een 2+ lading in totaal. Ik heb rechts ook een 2+ lading. Ik heb gelijk aantal deeltjes. En ik moet even onthouden, ik heb een evenwichtsreactie. Dus mijn totaalreactie klopt. Mooi. Oké dan. Dan heb ik er één voor gedaan. Dan kun jij de volgende doen. Reageert een aangezuurde waterstofperoxide oplossing met een natriumjodide oplossing? En je ziet hier dat die aangezuurd is en een aangezuurde oplossing bevat, zoals we weten, H3O+ ionen. Alleen tijdens redoxreacties gaan we die H3O+ ionen niet opschrijven als H3O+, maar die vind je in Binas tabel 48 terug als H+ ionen. Ja, dus die H+ moet je ook weer hierbij die alle deeltjes optellen. Ja, zet ze erbij in. Aangezuurde oplossing, dus er zitten zure deeltjes in. En bij redox noteren we die als H+ ionen. Oké, dit is mijn totaalreactie. Ja, beneden zie je in de show notes, zie je de uitwerking daarvan in deze 7 stappen. Ja, hopelijk kom je er zelf ook uit. Probeer het eerst zelf voordat je kijkt in de show notes. Wie weet, een van deze volgende filmpjes daar zijn zinvol voor je. Misschien wil je subscriben, maar in ieder geval heel veel succes met redox.